Even kijken wie er nu weer gaat trouwen. Even kijken. Echt waar? Ja. Ja. En toen? Ja. Kijk eens naar mij. Sorry. Dag. Kijk eens naar mij. Ik ga u een beetje overvallen. Want ik ben van Ruurlen Vandaag, de plaatselijke website. Oh, kijk eens aan. Ja. En ik heb geen idee wie hier gaat trouwen. U wel, natuurlijk. Ja. Maar ik vind u zo'n prachtig gewaad aan hebben. Meen je dat? Ja, echt waar. Ja, het is splinternieuw, dus... Ja, nou kijk, we zijn weer op tijd. Ja. Vertelt u eens, dat gewaad? Van dit gewaad... Dat is toen toch door een kunstenaar ontworpen? Dat of? Is door een... Er zijn ateliers dus die geprepareerd zijn en in het maken van toga's. Niet alleen toga's voor trouwambtenaren, maar ook voor advocaten, rechters enzovoort. Die zijn er gewoon in gespecialiseerd. Men geeft de maat op en dan komt het voor elkaar. Maar hoe kwam het idee om het dit te maken? Hè? Dus met een gele... Ja, je hebt een keuze. Je kan dus een goudkleurig maken, je kan het wit maken, je kan doen maar. Er moet toch iets zijn waar het er eventjes bij afsteekt dus. Ja. Dus vandaar dat je dan toch gewaden hebt dan je hebt gewaden met een zilverkleurige bies. Nou, in dit geval is dat goudkleurig. Ja. En het was dus zo dat de gemeente heeft meerdere toga's. En de toga die ik normaal had, die was van een vrij dikke stof. En vooral met dit weer dus, dan zit je dan toch te transpireren hoe of wat dus. Oh. En vandaar dat men toch voor een paar mensen wat nieuwe toga's heeft laten maken. En deze die hou ik dan altijd bij me, zodat ik weet dat die past. Ja. Want als je dan op een gegeven ogenblik ergens komt, je moet dan toch een toga uitzoeken van de 3-4 die daaraan hangen. Ja. De ene is te klein, de andere is te kort en die is te smal. En als je dan een toga hebt waar dan je rug even kromt en die begint achter een beetje te kraken, dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Dus maar vandaar dan is het uw persoonlijke toga? Dan in wezen is het mijn persoonlijke toga. Ja. Heeft u ook nog inspraak gehad bij dat is gewoon zo. Ik laat gewoon even zien. Een taak van de gemeente, zeg maar. Ja. Die hebben daar ervaring mee. En bemoei ik me verder niet mee. Ja. Maar hij zit geweldig. Het is een lekker licht ding. En je kan hier rustig in rondlopen. En straks haal ik hem weer uit. En dan wachten we af tot het volgende huwelijk. Dus. Ja. Mag ik uw naam weten? Oetse Oosterveld. Ja. En hoe lang bent u ambtenaar van de burgerlijke stand? Jaren vijf. Vijf. En hoe bent u daartoe gekomen? Dat is gekomen eigenlijk door een oud leerling van mij. Vroeger heb ik in het onderwijs gezeten en ik had me voorgenomen, als die gaat trouwen, dan ben ik de man die dat gaat doen. Leuk. En het kwam hierop neer dus dat ik mocht... Sorry, dat... en waarom speciaal die oud leerlingen dan? Of leerling? Ja, een leerling van mij, ja. Ja, maar waarom? Hem of haar? Ik had er met dat gezin een hele goede band. Okay. Met mijn broers heb ik in de klas gehad, ik heb haar in de klas gehad. En die gaat trouwen, ben ik de man. Nou, het kwam in wezen hierop neer dat ik mocht wel het verhaal doen, maar verder de wettelijke handelingen mocht ik niet verrichten, omdat je niet beëdigd bent. Nou ja, ik heb een briefje geschreven naar het gemeentehuis, ik heb een gesprek gehad en dat resulteerde in het feit dat ik 6 weken daarna voor de rechtbank stond om de eed af te leggen. Maar met wie krijg je dan een gesprek bij de gemeente Berkelland? Nou, met de mensen die daar dan over gaan, hè, van de burgerstand. Dus er zitten een paar deskundigen bij, dus mensen die die afdeling tot hun portefeuille hebben, dan daar heb je een gesprek mee. Okay. Nou, hoe je het vindt, hoe je zus, hoe je zo, wat de reden is eigenlijk. Ja. Nou ja, 6 weken daarna stond ik voor de rechtbank en ik werd beëdigd. Dus ik kon het hele verhaal doen voor mijn leerling tussen. En hoeveel huwelijken heeft u ondertussen dan gesloten? Ik denk een stuk of, 120 ongeveer. 120? Schat ik zo'n beetje, ja. En zaten er ook nog oud-leerlingen bij? Daar zitten oud-leerlingen bij. Waar was uw leraar? Op welke school? Ik was directeur van een basisschool in Eibergen. In Eibergen, ja. En daarvoor in Drenthe ben ik hoofd van de school geweest. Ja. En het is een hele leuke bezigheid. Het is heel plezierig. Het is heel leuk. Ja. En niet om het een of ander, je maakt van alles mee. Maar wat is het prachtig om je oud-leerlingen in de echte bogen te vinden. Dat is toch geweldig? Ik heb er al diverse al gehad. Straks heb ik er nog weer 2 die in de echt verbonden gaat worden. Ja. Maar ik zou zeggen, het is een openbare gelegenheid. Schuif naar binnen toe zometeen. Ja, ik schuif voor een deel naar binnen. Ik ga eerst eens even kijken wie het zijn. Ik heb geen idee. Christine Kaarten en... Uit Lochem. Uit Lochem. Uit Lochem komen ze.
En u heeft al een heel verhaal klaar natuurlijk, hè, wat u gaat vertellen. Ja, de speech is klaar. Speech heb ik klaar, dus ja. Dat... leuk, ja. Ja. Nee, elk huwelijk is weer anders. Ja. Elk verhaal is anders. Nou, elk huwelijk blijkt ook anders in de toekomst. Vanmiddag zijn, hoe heet ze, Kate en William getrouwd in Engeland. Ja. Ja, daar kon u niet bij zijn natuurlijk. U gaat ze ontvangen, hè? Ik trek hem even terug. Even mee en de bode zet de mensen op hun plaats. Oké. Oh, is de bode er ook? De bode is er ook. Willy, denk ik. Agnes. Agnes. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Het eerste stapje. Het is net op de zonneschijn midden. Ja, misschien. Hallo. Hoi, goed? Goed, ja. Peter, welkom. Ja, dankjewel. Geweldig, jongen. Dan mooi weer, of niet dan? Ja, mooi. Dit is geweldig. En je bent op een normale wijze gekomen, niet op twee wielen? Nee, dat mocht niet met haar. Kom verder. Kom verder. Ik neem jullie even apart. Ik heb hier een beetje aan elkaar op de muziek uit en dan haal ik jullie op. Ja? Ja. Even een tijdelijk opwerkplaat hier voor onze rietjes. Oké. Ik heb deze ruimte, die ken ik. Ja. Nou, we nemen even de bruinspaar apart. En die zit de bodem, die zit er vast op zijn plaats. Oké. Dan gaat u. Nou, goede tijd. Ja, dank u wel. Doe maar dicht. Ja. Helemaal gek op tweelingen, dat vind ik zo leuk. Ja. Ze zijn ook zo leuk. Ze zijn ook zo leuk, ja. Even kijken, als je het niet erg vindt. Nee hoor. Kijk, golf de golf. Zeg maar even hallo. Ja, hallo. Eeneiige tweeling, hè, zo te zien. Toch wel twee eieren? Nee, ja. Twee eieren die toch redelijk op elkaar lijken. Dat vind ik wel... iets forser dan al. Ik ben geen kenner, ja. Hé, jij gaat getrouwd worden, dat is leuk. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk, dankjewel. Ja. En nog een eenling. En nog een eenling.